Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Namo Nama. Namo Nama. Vandaag is de eerste avond van een nieuw stadium van ons pad. En ik wil misschien eerst even kaderen waar we mee bezig zijn. We zijn nog steeds bezig met de 8 weken cursus van Maitreya Bandhu. En we doen daar gewoon een heel jaar over op zijn boeddhistisch. Lekker traag en uitgebreid. En dat pad, of in dat boek, zijn dus 5 verschillende stadia van het spirituele leven beschreven. En we zijn aangekomen bij stap 3. Wat we al gehad hebben, is integratie. En we hebben dat al gehad, maar dat loopt tegelijkertijd nog altijd gewoon door natuurlijk. Dat stopt niet. Wat we dus al gehad hebben, is integratie. En een onderdeel van de avonden waar we mee bezig zijn geweest op toen het over integratie was dat we ons ermee gingen verbinden hoe broos het leven is, dat het leven eindig is, dat we geen controle hebben over het leven, dat we niet weten of we er morgen nog zullen zijn, bij wijze van spreken. We hebben ons verbonden met vergankelijkheid en dan daarbij stilgestaan dat dat niet per se een triestige boodschap heeft, maar dat dat ons eigenlijk doet dieper beseffen wat er werkelijk toe doet. En dat we, als we het spirituele pad begaan, dat we werkelijk een meer bewuste keuze kunnen maken wat er werkelijk toe doet in het leven. Dat we daar niet meer flauw over doen, in feite. Ik ben deze week terug beginnen werken op school en ik heb heel veel mensen horen zeggen over de feesten, de afgelopen feesten, goh, zo druk en zoveel eten, eigenlijk veel te veel eten, al die cadeautjes waar ik niks mee kan doen. En toen dacht ik, ja, waarom doen we dat dan eigenlijk als we er niks aan hebben? Dus je zou kunnen zeggen dat integratie eigenlijk in een vorm van niet geïntegreerd zijn natuurlijk. Als we geïntegreerd zijn, dan krijgen we een soort focus in ons leven waar we achteraf geen spijt van krijgen, waar we niet van moeten zeggen van, goh, waarom heb ik dat allemaal gedaan? Ik ben op retraite geweest en ik vond het helemaal geweldig. We hebben niks gezegd, hè? We hebben heel weinig gezegd. Het was super. Dus ja, groeien in die vrijheid om gewoon werkelijk te kunnen kiezen waarvoor we willen leven, waarvoor we volledig achter kunnen staan en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat was integratie, de eerste weken in september. Daarna hebben we het gehad over kusala karma, of een warm kloppend hart, zo hebben we het genoemd, of positieve, vaardige intentie. En daar gaat er eigenlijk over om die goede voornemens die we hebben bij integratie, maar ook bij een nieuw jaar, zou je kunnen zeggen, om die ook werkelijk in de praktijk om te zetten, om de energie te krijgen, om als we weten wat onze focus is en wat we graag willen doen met ons leven, om dat dan ook werkelijk te gaan doen. En Sangharakshita die zegt, en ik heb niet de letterlijke quote gevonden, of ik had geen tijd om het op te zoeken, maar ik herinner het mij wel dat mij dat dat ik dat heel erg herken, dat hij zegt van wij moeten in ons leven de emotionele equivalent vinden van hetgeen dat we eigenlijk weten. En hij zegt van vaak weten we wat goed voor ons is en toch doen we het niet. Ik had het ook eigenlijk op de retraite, zat ik vol met goede positiviteit en ik was nog niet thuis en er gebeurde alweer iets dat ik eigenlijk mij had voorgenomen om niet meer te doen, bij wijze van spreken. Dus die vaardige intentie gaat er dus over dat we ook ons hart helemaal achter die wagen spannen van die intenties.
En daar gaat het dan over dat we condities opzetten om daar ook ja, meer in de praktijk om te zetten. Eigenlijk gaat Kusala Karma over de praktijk. Ethiek beoefenen, vriendschap, dankbaarheid ontwikkelen, niets doen, ruimte scheppen. Het hart eigenlijk meer en meer openzetten voor wat de gids, de Boeddha, ons te vertellen heeft. Nu die eerste twee fases, integratie en vaardige intentie of positieve emotie, dat gaat eigenlijk allemaal, Maitreya Bandhu beschrijft dat in zijn boek, als het ontwikkelen van een fitte geest. Fit, wij trainen ons lichaam, of sommigen doen, ik doe dat te weinig, maar sommigen trainen hun lichaam en, daar zijn, en we zijn bezig met gezonde voeding enzovoort, we gaan naar de dokter. Maar het is zo belangrijk om een fitte geest te hebben en hij zegt ook, de wereld heeft meer fitte geesten nodig. Dus dat is een heel, integratie en Kusala Karma zijn zeer goede projecten om mee bezig te zijn. En op de afgelopen retraite, dat was met Visantara, een hele bijzondere man, ik ben diep onder de indruk. En hij beschreef daar, dat sprak mij wel aan, dat we moeten bezig zijn met de balans op onze rekening van positiviteit. Want hij zei, we zijn vaak bezig met onze rekening te checken hoeveel geld dat we nog hebben. Of we checken hoeveel berichten dat we hebben in onze mailbox of op Facebook of wat dan ook. Dus we zijn altijd van alles aan het checken. En hij zei, vele mensen in deze tijd, of niet alleen in deze tijd, gewoon in het algemeen mensen, gaan veel te veel in het rood wat betreft vaardige intentie of die positiviteit. We hebben heel veel positiviteit nodig. En hij zei daar... We moeten daar heel veel zorg voor dragen door inderdaad te mediteren, door naar het centrum te komen, door vriendschap te ontwikkelen, waardige communicatie, al die dingen. Dus dat zijn de eerste twee fases en nu zijn we bij de derde stap aangekomen. En Sangharakshita, eigenlijk die vijf stadia, die zijn gebaseerd op een lezing of een lering die Sangharakshita heeft gegeven. Ik ben niet goed met cijfers, maar ergens in de jaren 70. En dat ging over de vijf aspecten van meditatie. En dan later is dat uitgebreid naar vijf aspecten van het spirituele leven. Want meditatie en spirituele leven zijn niet van elkaar los te koppelen. En hij zegt in die lezing, hij vertelt ook over die eerste twee stappen, niet in die woorden die ik nu gebruikt heb, maar hij vertelt erover. En dan zegt hij, en wat gebeurt er als je geïntegreerd bent en als je helemaal positief bent, dan gaat je dood. Dan zegt hij zo, en dan, ik zie hem zo al glimlachen. Dus je gaat dood. Dus het volgende stadium waar we nu beland zijn is spirituele dood. En we hebben het genoemd ook afscheid van de waan. Dat is misschien een iets zachtere titel dan spirituele dood, maar het is niet minder indrukwekkend. En met spirituele dood of afscheid van de waan zijn we eigenlijk aangekomen in de kern van het dharma-leven. Als we spraken over een fitte geest, dat heeft iedereen nodig. Ook diegenen die niet de dharma beoefenen. Mindfulness cursussen of alles eigenlijk wat er dan aangeboden wordt of waar we ons mee bezighouden om een fitte geest te krijgen is ook van heel erg waarde, maar daar hoeft niet per se dan heel veel dharma in te zitten. Het is ook onderdeel van de dharma, maar met spirituele dood gaan we werkelijk een stap verder die heel specifiek over de dharma gaat, die zeer eigenlijk dan heel specifiek over de werkelijkheid gaat zoals die is. En nou, we zijn hier een boeddhistisch centrum, dus we gaan verder dan twee stappen. We gaan ze allemaal doen. Hè? Want die eerste stadia, zou we kunnen zeggen, die zitten nog een beetje, die kunnen blijven hangen op het psychologische niveau. Maar wij gaan, ja, we gaan verder. Er moeten eerst een paar dingen gezegd worden over spirituele dood. En ik merkte daardoor dat ik hier op voorhand een beetje zenuwachtig over was om daarover te spreken. Omdat Maitreya Bandhu beschrijft in zijn boek, de spirituele dood gaat voorbij aan ons verstand. Gaat voorbij aan alles wat we kunnen begrijpen. Dus ik dacht, ja, moet ik dat dan even gaan uitleggen als we het niet kunnen begrijpen. En het is direct gerelateerd aan de ervaring van de Boeddha
bij zijn ontwaken. Op het moment van het ontwaken, toen de Boeddha onder de Bodhi zat en tot ontwaken kwam, dat is eigenlijk die ervaring van spirituele dood. En het woord dat daarvoor gebruikt wordt, is of wat de Boeddha dan zei. Want de Boeddha, toen hij het ontwaken had bereikt, was heel... was een beetje, hoe zeg je dat? Twijfelend in het begin of hij dat wel zo verder vertelde wat hij, want dat was zoiets groots, zo subtiel, zo diepzinnig, zo dat hij dacht, niemand gaat dat begrijpen of zo. En hij noemde dat Attaka Vachara. Nou, ik vond het een mooi woord. En dat wil zeggen buiten het bereik van reden. Dus als we daarmee bezig zijn, dan mogen we ervan uitgaan dat we er eigenlijk niets van weten. Dat we er niks van snappen, op dit moment toch niet. Het is eigenlijk, je zou het kunnen vergelijken met als je aan iemand moet uitleggen wat sneeuw is, die nog nooit sneeuw gezien heeft. Dan kun je wel zeggen, witte dingen die uit de lucht vallen, en zegt hij, watten? Nee, niet helemaal watten, zo koud en nat. Nou ja, de sneeuw is niet uit te leggen, of de smaak van honing, dat is niet uit te leggen, tot als je het beleeft. En zo is het ontwaken of de verlichting is ook niet uit te leggen. Dus we moeten het ook niet proberen te benaderen met ons verstand, want dan komen we er niet. En de dharma is ook heel, daar in die zin ook heel makkelijk verkeerd te begrijpen. En kan daarin dan ook heel soms gevaarlijk worden. Ja, niet dat, dat er iets gaat gebeuren, maar een vergelijking die gemaakt wordt, een traditionele vergelijking in de Pali-canon, is de vergelijking met de zwarte cobra, een hele giftige slang. In India, in de tijd van de Boeddha, waren die er, hier hebben we ratten. De Boeddha op een bepaald moment tot mensen spreekt die de dharma ook verkeerd begrepen. En dat hij zei van, dat is gevaarlijk, dat is gelijk een slang. Als je die niet op de juiste wijze vastneemt, als je die bij zijn staart vastneemt, dan bijt hij je. Je moet de stok achter zijn hoofd zetten, dan gaat je er vaardig mee om. Maar dus dat de dharma eigenlijk is als die kan zijn, als die slang, als je dat verkeerd vastpakt, dan loopt het niet goed af. Maar we moeten de spirituele dood benaderen met een zo groot mogelijke openheid, zegt Makere Bandhu, en met een zo groot mogelijk hart. Volledig ontvankelijk, niks weten, niks zijn. En ik dacht, ik heb al even gepraat nu om even weer stil te zijn en ik ga u gewoon een paar minuten dat we onze ogen sluiten en dat we daar gaan doen, zitten met een zo groot mogelijke openheid. Kunnen voelen hoe dat we hier zitten op de grond. En de meesten van ons hebben hier al ettelijke keren gezeten. We zijn hier al heel vaak door het gordijn deze schrijnruimte binnengekomen. En dan staan we er eigenlijk niet meer bij stil dat we het gewoon volledig elke keer opnieuw kunnen ervaren als was het de eerste keer. Ik zou willen vragen dat je aandacht naar binnen keert. De sensaties in je lichaam zitten op de grond. Het ademen. En er naar te kijken of het te voelen of te ervaren als een kind dat de eerste keer sneeuw ziet. De eerste keer inademen. De eerste keer uitademen.
En weer inademen. En bij ademen en alles wat we ervaren, hebben we meestal een houding van, ja, dat ken ik, dat is hetzelfde als de vorige keer. Maar probeer telkens opnieuw zo dicht mogelijk bij het nieuwe, het unieke, hetgeen dat nu alleen maar gebeurt. Nooit eerder op die manier en nooit nog een keer. Als er gedachten komen, dan kunnen we die gedachten zien als droombeelden. Die gewoon passeren, maar die we niet geloven. Helemaal open en ontvankelijk ademen. Nu, opnieuw en nieuw. Oké, ik had dus net gezegd dat we dus over spirituele dood, dat het uiterst subtiel is, uiterst diepzinnig, dat we er niks over kunnen weten, niks over kunnen zeggen. Dus ik zal er nu even iets meer over zeggen. Eerst en vooral wel zeggen dat spirituele dood, want dat woord dood heeft soms zo een zware lading. Tarini zei al daar straks oei oei, toen ik zei dat het over spirituele dood zou gaan. Het is geen gewone dood en het is geen zwart gat waar we dan in verdwijnen. We moeten nog enkele weken wachten, maar ik wil het nu al zeggen dat eigenlijk spirituele dood altijd samengaat met spirituele wedergeboorte. Er valt iets weg, maar er komt ook tegelijkertijd eigenlijk iets nieuws. Het ontwaken van de Boeddha was een uiterst vreugdevolle aangelegenheid. Heel diepzinnig, maar zeer vreugdevol. En ook het spirituele dood, zou je kunnen zeggen, is uiterst vreugdevol. Als je niet blijer wordt van het dharma-leven, zegt Sangharakshita, dan is het niet de dharma. Want wat er eigenlijk doodgaat, is een illusie die eigenlijk nooit echt bestaan heeft. En dan zeg ik een beetje een tegenstelling, want iets dat nooit echt bestaan heeft, kan een illusie is er niet, dus die kan eigenlijk ook niet wegvallen. En dat is eigenlijk de illusie, heel kort gezegd, dat ik hier apart besta en dat er een objectieve wereld buiten mezelf is die ik kan waarnemen en dat ik los van die objectieve wereld ook los bestaan. Ik ga daar zelfs iets dieper op ingaan. Maar eerst zal zeggen dat die illusie
heel, heel diep geworteld zit in de mens. En het is eigenlijk ook eigen aan het mens zijn om die illusie te hebben. Als we die illusie niet meer hebben, dan zijn we een Boeddha. Dus een Boeddha is geen mens meer, omdat hij die illusie definitief doorbroken heeft. Dus die illusie die zit zeer diep. We kunnen daar ons niet uit denken, bij wijze van spreken. En die illusie is ook hetgeen dat alle miserie veroorzaakt. De Boeddha zegt soms heel kort wat zijn lering is. Ik verkondig de oorzaak van het lijden en het einde van het lijden. En dat is heel, heel simpel. En dus die illusie, dat is hetgeen dat dat lijden inderdaad veroorzaakt. En wat de Boeddha bij zijn ontwaken definitief doorbroken heeft. Ik weet niet of jullie de Heart Sutra kennen, maar het eerste zinnetje van de Heart Sutra gaat zo. De Bodhisattva van het mededogen zag, toen hij diepgaand mediteerde, de leegte van de 5 skandas en doorbrak de banden die hem deden lijden. En dat geeft een beetje een clue waar dat die illusie over gaat, waar dat we het dus verkeerd zien. We zien onszelf als een geheel, de 5 skandas. Ik ga daar nu misschien niet dieper op ingaan, want ik zie dat de tijd vrij snel gaat. Maar we zien onszelf als een geheel. Misschien ga ik toch even zeggen, ik ken hier de 5 skandas, maar een beeld wat gebruikt wordt, ook traditioneel, is het beeld van een wagen. De gelijkenis van de wagen. En dan zegt de Boeddha, als je van de wagen het wiel afhaalt, of de 4 wielen afhaalt, en toen was natuurlijk nog geen motor, wat hing er nog aan oude wagens, een assen en een bak. En als die dingen allemaal apart zijn, is er dan nog een wagen? En is het wiel de wagen? Of is de as het wagen? Of is als zo, dus dat, en zo is ook met onze persoonlijkheid. Wij bestaan uit gevoelens, wij bestaan uit een lichaam. Maar zijn bij onze gevoelens, zijn bij ons lichaam, als er iets wegvalt, zijn we dan alleen maar dat. Dus dat zijn die... Eigenlijk is dat het feit dat we gewoon zo bestaan zoals we zijn, dan maken we onszelf eigenlijk wijs. Dat is, zoals de Boeddha het beschrijft, is een droom, is een waanbeeld, is gebaseerd op veronderstellingen die niet kloppen. En we kunnen het ook niet anders zien, omdat we mensen zijn en omdat we, in, zoals de Boeddha het ook zegt, in een droomtoestand zijn. En we zijn in een droom. En wij zijn allemaal dan ook nog, alle mensen in onze droom zijn vervolgens ook nog een keer allemaal dromen en dromers. Dus het is allemaal zeer moeilijk om te zien. Dus we leven in een gedeelde droom. Vandaar ook dat de ervaring van de Boeddha ontwaken wordt genoemd. Hij wordt wakker voor de werkelijkheid. En wat de Boeddha dan zag op het moment van zijn ontwaken, wanneer hij die illusie dus doorbrak, was dat alles, maar dan ook alles, opkomt en weer wegvalt op basis van condities. Dus dat iets ontstaat op basis van condities en ook iets weer wegvalt op basis van condities. Dus dat er eigenlijk geen vaste dingen zijn en geen vaste mensen, maar dat er alleen maar een constante stroom is van condities. En dan met ons verstand gaan we condities ook weer snel vastzetten. Maar condities zijn ook geen dingen. Condities ontstaan ook op basis van condities die bestaan, die ontstaan en vergaan op basis van condities die ontstaan en vergaan op basis van condities en zo verder. Dus het is een heel net van condities, een hele flow eigenlijk van energieën, maar geen vaste dingen. En dat zag de Boeddha. Niet dat ik het begrijp, maar dat zag hij dus. En doordat hij dat zag, viel ook de afscheiding van tussen mij en de ander, of tussen hemzelf en de ander, viel compleet weg. Want we staan niet los van elkaar. We staan ook niet los van, we staan niet los van niks. En daar straks in de Heart Sutra, de Bodhisattva van het mededogen, doorbrak alle banden die hem deden lijden. En daar komt aan lijden, dus wat we eigenlijk
waardoor dat we lijden, is omdat we net onze dingen gaan toe-eigenen op basis van die illusie dat we iemand zijn apart en los van de anderen. Dat we ons dingen gaan toe-eigenen en dat we dingen gaan afstoten. En daardoor isoleren we onszelf, we willen ons beschermen en we veroorzaken leed aan onszelf en anderen. Dus ja, wat de Boeddha zag bij zijn ontwaken was dus die stroom van condities. Het heeft later een moeilijk woord gekregen, pratityat samutpada, of voorwaardelijk ontstaan, dus dat alles. En dat is nu, om even duidelijk te zeggen, het is niet hetzelfde als oorzaak en gevolg. Het zou ook ons te ver brengen om daar nu op in te gaan, maar dat zou het te simpel maken. Het voorwaardelijk ontstaan is wezenlijk nog, gaat nog veel dieper eigenlijk. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het is een universele wet. Het is gewoon hoe dat de werkelijkheid in elkaar zit. Zo werkt het. Dus het is eigenlijk volkomen natuurlijk. En als je dat dan verder trekt, is ontwaken, een Boeddha worden, is ook volkomen natuurlijk. Een Boeddha, de staat van een Boeddha, is dus de meest natuurlijke staat van zijn. Alleen zien wij het zo niet. Wij zijn nog verblind. En een Boeddha zet dus op die manier, omdat hij dat zag, niets vast. Niets, maar dan ook niets. En hij, want wij, wat wij doen, wij creëren van alles met onze geest. We zetten wel dingen vast. We willen dingen niet. Dit is van ons, dit is van mij, dit is van u. Dit is mijn pijn, mijn verdriet, uw pijn, uw verdriet. Maar een ontwaakte geest is oneindig creatief daarin. Die ziet het gewoon helemaal volkomen vrij. In dezelfde hartsoetra staat er vrij van misleidende belemmeringen. Ik hou van die archaïsche taal ook, maar vrij van misleidende belemmeringen. Volkomen ontwaakt, Samma Sambuddho. Maitreya Bando zegt in zijn boek, als we daar dan iets mee willen gaan doen, dat het goed is om te onthouden dat pratityasamuppada, of het voorwaardelijk ontstaan, geen filosofie is. Dus ook weer niet iets dat we moeten gaan uitdenken. En ik vond dat wel heel goed wat hij zegt. Hij zegt, het is een observatie. En observatie is natuurlijk te doen. We moeten gewoon kijken, we moeten blijven kijken naar dat inderdaad alles ontstaat op basis van condities. En we moeten gewoon blijven kijken en blijven kijken en uiteindelijk zijn we vrij. Ja, het is natuurlijk niet zo simpel. Maar hij zegt, we moeten gewoon leren, en dat is het spirituele pad of het pad van de Dharma. We moeten de lessen die het leven ons leert, dat we alles zien komen en gaan, moeten we leren leven. Moeten we leren. De lessen leren die het leven toont. Tot we vrij zijn. En bij de Boeddha, omdat hij zo creatief was, omdat hij zo volkomen open was, zo volkomen ontwaakt, was hij ook volkomen mededogend, volkomen liefdevol, volkomen wijs. Dat was gewoon het meest logische vervolg, is gewoon onmetelijke liefde.